Goedemiddag, welkom bij dit webinar van IJsma Bouwmedia. We gaan het in samenwerking met Heras. We gaan het vandaag hebben over bouwplaatsbeveiliging. We zijn wettelijk verplicht om onze bouwplaatsen af te schermen. Al was het maar om te voorkomen dat er mensen op de bouwplaats rondlopen die daar niet mogen rondlopen en gevaar zouden kunnen oplopen. Maar meer en meer hebben we te maken met vandalisme, met criminaliteit, door het hele land eigenlijk wel. Dus het wordt eigenlijk steeds belangrijker om ons daar als bouwbedrijven mee bezig te houden. Dat kun je natuurlijk doen op traditionele manieren, maar er zijn eigenlijk steeds meer verschillende methodes en methodieken om dat goed te doen. En daar gaan we het eigenlijk nu dit keer over hebben. Mijn naam is Jan-Marot Schouten, ik ben redacteur van IJsma Bouwmedia en ik ben de presentator. En ik zal hier drie deskundige gasten ontvangen op dit webinar. Wat is een webinar? Even een kleine toelichting. Het is een seminar of een workshop of een college, net hoe je het wil noemen, maar dan interactief en online. Dus u zit achter uw pc en wij zitten hier in de studio in Amsterdam. Het leuke van een interactief webinar is dat u vragen kunt stellen. Dat kunt u doen door te typen in de chatbox die u onderaan de slides ziet. Daar kunnen jullie vragen intypen. Die komen niet meteen terecht bij deze studio, maar die komen eerst terecht bij moderatoren. Die zitten hier naast de studio achter de computer op u te wachten om u te beantwoorden. Vragen kunnen misschien rechtstreeks worden beantwoord door de moderators. Soms zullen ze misschien ook een vraag die ze interessant genoeg vinden om voor iedereen bekeken te worden onder de slides projecteren. Dan kan iedereen meekijken van wat er voor vragen worden gesteld. En tenslotte kunnen die vragen ook aan mij en vooral aan mijn gasten hier in de studio worden gesteld. Zodat we ze hier live voor iedereen kunnen beantwoorden. Dus schroomt u vooral niet om actief te zijn. En ik heb nog wel iets om u een beetje uit de tent te lokken en om dat interactiviteit te laten zien. Dat zijn de zogenaamde polls. En ik ga er eentje instarten, dan kunt u meteen zien wat dat is. Dit is een poll, daar kunt u op stemmen. Ik ben benieuwd of u het ook gaat doen. De vraag is dus, waar bent u werkzaam? Gewoon een leuke inleidende vraag. Weten we meteen wat voor mensen we in de kuip hebben, om zo maar eens te spreken. U bent nu nog aan het stemmen. U kunt stemmen of u bij een bouwbedrijf, een architectenbureau, een vastgoedonderhoudsbedrijf, een installatiebedrijf, een adviesbedrijf in de bouw of misschien wel iets heel anders werkzaam bent. Nou, zo te zien is uw stemgedrag een beetje gestopt, dus dan kan ik het u laten zien. Adviesbedrijven, installatiebedrijven zijn er veel. Interessant natuurlijk, want de installateur wordt ook steeds meer iemand die echt zelf regie voert over een bouwplaats, dus die wil er misschien wel meer van af weten. Bouwbedrijven, architecten. Eigenlijk is het redelijk verdeeld, behalve dat er veel mensen ook iets anders doen. Nou, u bent allemaal hartelijk welkom. Dit wordt een informatief verhaal over bouwplaatsbeveiliging. Wat ga ik u verder nog even vertellen? We gaan proberen zoveel mogelijk vragen tijdens deze uitzending te beantwoorden. Maar ook daarna zullen we proberen eventuele vragen die niet beantwoord zijn nog op te bossen en uiteindelijk toch nog een antwoord bij u terecht te laten komen, want daar is het interactief voor. Heel belangrijk om te zeggen, dit is een uitzending op het internet en dat betekent dat die nog heel lang opvraagbaar blijft. En dan kunt u ook via de hoofdstukindeling kunt u makkelijk door de presentatie heen flippen. Dat kan nu niet, want het wordt nu live uitgezonden. Die interactiviteit is wel typisch iets van nu. Dat kan alleen nu, 13 mei 2014, kunt u uw vragen stellen. Kijkt u het over een tijdje terug, dan is het jammer. Dan kunt u genieten van deze uitzending, maar dan kunt u geen vragen meer stellen. We hebben een interessant programma, dus we gaan er snel doorheen. Zo direct gaat Nico Klaassen hier spreken. Hij is van Klaassen Total Security. En hij weet heel veel, omdat hij daar ook in gespecialiseerd is in het soort van risico's dat u loopt en het soort van maatregelen wat u kunt nemen. Joep Koenen van Heras die gaat ons over allerlei dingen vertellen die zijn bedrijf levert. Nieuwe innovatieve producten, waardoor het eigenlijk toch wel steeds makkelijker wordt om uw bouwplaats op een redelijk betaalbare manier te beveiligen. En Sander van Doorn, een man uit de praktijk, die op dit moment een mooi project in Tilburg realiseert. En dat toch ook zijn maatregelen heeft moeten nemen en het werkt nog ook, dus hij blij, iedereen blij. Tenminste, dat gaan we van hem horen. Ik ga mijn eerste gast aankondigen en ondertussen ga ik u nog eventjes een pollvraag stellen. En dat is deze vraag. Hoe is eigenlijk bij u beveiliging geregeld? Doet u dat alleen met hekken? Doet u dat met manbewaking? Beveiligt u elektronisch uw bouwplaats? Beveiligt u eigenlijk, als het moet, maar anders niet?
beveiligt u veel? Of beveiligt u eigenlijk te veel? Denkt u dat we eigenlijk veel te veel geld naar het haren beveiligen uitgaat, maar zeg ik nergens voor nodig? Ik ga het even stoppen en u de resultaten laten zien. Het is toch een vijfde van de mensen, 22% zegt nou hacken, meer dan genoeg. En ja, misschien wel interessant om eens even door te kijken of er nog andere mogelijkheden zijn. Manbewaking doen mensen aan. Elektronisch bewaken, toch ongeveer een derde die dat ontdekt heeft. En niet te veel. En mensen die vinden dat ze best wel veel beveiligen, 17% van de mensen. Nou, hartstikke interessant. We gaan het er allemaal over hebben. Ik heet welkom aan mijn zijde Nico Klaassen. Welkom. U bent directeur van Klaassen Total Security. U bent zelf afkomstig uit de politiewereld. Hè? Verschillende functies gediend. U doet als Klaassen Total Security allerlei soorten van beveiliging. U bent daarin landelijk werkzaam. U heeft een eigen meldkamer in het Helmondse. Ja, klopt. U beschikt over het keurmerkbeveiliging, allemaal keurig in orde. En het mooie is, u heeft zich gespecialiseerd in bouwplaatsbeveiliging. Dat hoor je niet vaak, maar hoe komt dat? Nou, dat is eigenlijk een tak van sport die wij op hebben gepakt als specialisme. Omdat ik toen ik voor mijn bedrijf begon met ideeën toch met diverse mensen sprak. En mijn broer die zat toen een tijd als commercieel directeur bij een bouwbedrijf in Gelderland. En die zegt, waarom ga je eigenlijk niet specialiseren op bouwplaatsbeveiliging? Dus vandaar de link naar bouwplaatsbeveiliging. Want bouwplaatsbeveiliging is iets bijzonders. Ja, dat is iets heel bijzonders. Bouwplaatsen die hebben een kop en een staart. Bouwplaats is constant in beweging. En vandaar dat die beveiligingssituatie en de beveiliger ervan ook continu om aanpassingen vraagt. En dat is iets heel anders dan een vast pand, een bedrijf wat er al jaren staat. En waar een alarminstallatie in staat en ja, volgend jaar precies nog hetzelfde situatie is. Ja, want als we dat rijtje wat we zo mooi op de PowerPoint hebben voorbereid, dan heeft u al gezegd van het is tijdelijk, hè? Kop en een staart, zegt u, het begint ergens, het eindigt ergens. Situatie gebonden, hè? Je bent altijd binnenstedelijk of buitenstedelijk, maar gewoon op een bepaalde plaats waar eerst niks was, daar wordt dan gebouwd? Ja, daar wordt gebouwd. Hè. Het kan in een afgelegen gebied zijn, het kan in een sociaal mindere wijk zijn waar toch met nieuwbouw gestart wordt en wat misschien weer wat risico's met zich meebrengt. Dat is dus een specifieke aan een bouwplaats. Ja, allemaal speciale dingen om op te letten. Ja. En ja, we hebben het dan wel over beveiliging, maar waar moeten we dan eigenlijk aan denken? Waarom zou je eigenlijk moeten beveiligen? Nou ja, in eerste instantie, daar haalde u het net al aan, moet je als bouwer natuurlijk de nodige maatregelen nemen dat spelende kinderen niet op je bouwplaats dodelijk verongelukken. En dan zeg ik het wel heel erg zwart-wit natuurlijk. Maar dan mogen ook geen onbevoegden op je bouwplaats komen, met alle risico's van dien. En daarmee om zaken te voorkomen van vandalisme, baldadige jeugd of zelfs diefstallen, moet je toch de nodige maatregelen nemen. Aha, maar je hebt wel zeg maar verschillende relaties, hè? Want je hebt mensen die zomaar de bouwplaats op zouden kunnen lopen en die eigenlijk meer tegen zichzelf beschermd zouden moeten worden. Maar het loopt een beetje op. Je hebt echt de vandalen, maar je hebt ook steeds meer volgens mij. Maar dat hebben we, de cijfers hebben we niet hard kunnen krijgen. Maar de indruk bestaat wel dat criminaliteit ook echt toeneemt. En dat in ieder geval zeg maar wel een plaag in zwaar te nemen bij diefstal. Ja, dat klopt. Als je naar de gemiddelde bouwplaats kijkt en naar de risico's op een bouwplaats, dan kun je al aangeven, zeker als je in de bewoonde wereld echt gaat bouwen, van je krijgt te maken met baldadige jeugd, vandalisme. En ja, de gradaties van diefstallen, er is de gelegenheidsdief. Min of meer junken die misschien op een moment bij u voorbij komen en denken van ik moet toch spullen weghalen om geld te genereren voor mijn verslaving. Maar er zijn natuurlijk ook professionele mensen bezig van het inbrekersgilde die dus ook echt heel professioneel en goed voorbereid een bouwplaats bezoeken. En eigenlijk tegen al die mensen zou je willen zeggen van ho, niet binnenkomen, niet aan mijn spullen zitten. Dus er zijn eigenlijk verschillende momenten waarop je dat zou kunnen doen. Maar ja, je moet natuurlijk geen fort gaan maken van je bouwplaats. Want dan kun je al bijna een muur om je eigen bouwplaats gaan heen bouwen. Daarom is er ook wel een idee over het per bouwfase vooral aan te pakken. Ja, klopt. Je kunt eigenlijk de bouw in verschillende fases indelen.
En na van hand moet je dus ook eigenlijk de beveiliging erop aan gaan passen. Dus op het moment dat je iets bouwrijp gaat maken, ja, dan hoef je niet extreem hoog te gaan beveiligen met camera's en sensoren. Dan zou je bijvoorbeeld een ander systeem op los kunnen laten om toch daar hetzelfde resultaat mee te boeken. Dus eigenlijk, je kunt zeggen van het bouwrijp maken, dan heb je een laag risico. Als je met de funderingen begint, dan is het risico ook nog wel laag, hoewel ik wel eens verhalen heb gehoord over dat de leidingen nog uit het beton gesloopt worden. Klopt. Ja. Met net vers gestorte beton. Ja, daar hebben we ook alles meegemaakt. Dat er vrijdags van alles en nog wat klaar ligt om 's maandags de fundering te storten. En dan komt men 's maandags erachter dat alle leidingen, kabels, tussen de fundering uit weggehaald is. Nou, ga je natuurlijk naar de ruwbouw en dan komen er alweer materialen en materieel op de bouwplaats. En uiteindelijk begrijp ik altijd dat de afbouw is eigenlijk wel het meest risicovolle moment waarop vooral die georganiseerde criminelen zullen en kunnen toeslaan. Ja, klopt. Kijk, wat je tegenwoordig ziet, en dat weten de bouwers nog veel beter als ik, is dat de bouw steeds met duurdere materialen wordt er gebouwd. Men heeft geavanceerde techniek die men aan het installeren is. En ja, daar komen gewoon criminelen op af. Dus dan zijn de risico's ook het grootst op het moment dat er echt geïnstalleerd gaat worden. Dan zijn de risico's zeg maar zozeer aanwezig. En de bouwers weten het, veel mensen die kijken die weten het wel. Maar metalen, dat is wel een beetje nummer 1. Hè? Kabels, koper, zink, dat soort dingen die bij de oud-ijzerhandel wat opbrengen. Ja, klopt. Ketels en apparatuur. En wat u al zegt van elektronica wordt steeds belangrijker in het bouwproces en dus ook voor dievengilden. Ja, koper wordt ook wel het goud genoemd. Dat is nog aardig waardevol, zeker als je de dagprijzen van koper gaat bekijken. En als men dus een torenkraankabel steelt, maal 8 euro de kilo of 6 euro de kilo, net wat de dagprijs is, kun je nagaan wat hun er als het ware mee opdoen aan, ja. Aan winst. Het is vaak maar een beetje knakenwerk, maar zeg maar een bouwproces wat stil komt te staan, daar gaan we het toch wel over hebben, maar dat is natuurlijk nog vervelender. Hè? Een torenkraan die niet werkt, dat kost helemaal handenvol met geld. Ja, dat klopt. De vervolgschade is vaak nog hoger als dat wat er weggehaald wordt, zeker in een vroeg stadium. Maar als de afbouwer is en je krijgt dan te maken dat de apparatuur beschadigd of gestolen is en opleveringsdata's komen in gevaar, ja, dan is er helemaal een probleem. Ja, zeker in die bouwfases, die laatste bouwfases. Hadden we een poll voor voorbereid, waar we wel benieuwd naar of dat voor je nieuwe gedachte is. Ik had er nog niet eerder van gehoord eigenlijk, dat je per bouwfase natuurlijk je beveiliging kan variëren. Dus onze vraag die we nu stellen is, wij beveiligen ons bouwproces per fase. Doet u dat? Wij beveiligen helemaal niet, zeggen sommige mensen. Of we beveiligen alleen als er iets gebeurd is. We reageren dus eigenlijk pas als er een overtreding van onze grens is. Wij beveiligen altijd in één keer, hup, klaar, af, alles op zijn plaats. En is het geregeld ook. Of wij voeren de beveiliging op naarmate het werk vordert. Dus wij doen dat zo met van die verschillende bouwfases. Dus, nou, interessante stemverhoudingen. Ik zal het de kijkers laten zien. 8% zegt van beveiligen ben je mal, we doen het niet om. 23% doet er als er iets gebeurd is, u reageert. Zo van ja, moet niet te gek worden. Als, 46% zegt wij doen het altijd meteen in één keer goed en dan moet het ook maar goed zijn ook. En wij doen het bouwfasegewijs, zegt toch nog 23%. We hebben natuurlijk gehad eigenlijk vooral over criminaliteit en vandalisme. Maar op een gegeven moment wordt het controle overdag ook belangrijk. Hè? Vooral in die eindfase. Ja, dat klopt. Het is met name ook zeer zeker in de eindfase. Ik zeg altijd, als de installateurs naar binnen gaan, dan is het gewoon heel erg goed zaak dat je weet wie er op je bouwplaats zit. En wie er op je bouwplaats komt. Wij zien dat ook vaak dat de aannemers echt toegangcontroles houden, regelen dat die auto's buiten de hekken blijven staan. En dat er dus sprake is van echt procedures aangaande de beveiliging. En men heeft met goede beveiligingsprocedures dan ook vaak het gewenste resultaat, zodat er weinig of geen criminaliteit op de bouwplaats is.
Ja, want met al die onderaannemers en ZZP'ers en niks ten nadele van al die mensen. Maar je moet er maar wel het zicht op proberen blijven te houden als bouwbedrijf. En ook al omdat je natuurlijk de persoonsgegevens moet hebben van de mensen. Van mocht er een vraag komen van de inspectie, komt er nog eens bij. Hè? Ja. Die laatste vond ik wel een interessante van u. Dat heeft wel een beetje met de diefstal door personeel te maken. U bent een voorstander ervan om iets in de algemene voorwaarden op te nemen? Ja, zeker op een bouwplaatsreglement stel ik altijd voor aan aannemers om dus het recht op visitatie in te voeren. Dus iedereen die bij u op de bouwplaats komt, voegt zich eigenlijk aan uw richtlijnen en geeft u dus ook het recht op visitatie. Nou, dat geeft u het recht om, als er dus iemand de bouwplaats afrijdt, om te vragen, mag ik eens in de kofferbak kijken? Nou, daar zal men dan nog niet echt een bezwaar tegen hebben. En op het moment dat er, en dan noem ik maar een zijstraat, dat er een stucadoorsbus met vijf Hilti's achterin wegrijden, ja, dan zeggen wij als beveiligers altijd, wilt u even wachten, want dan ga ik toch even die uitvoerder vragen. Want het is voor ons natuurlijk best wel raar dat stucadoors mailtjes de bouwplaats afgaan. Zeg van die dingen, van die kleine dingen. En visitatie, dat is echt zo'n typische politieterm. Ik stel me daar andere dingen bij voor, maar u bedoelt meer van dat je in auto's mag kijken. Ja, visitatie is geen fouilleren. Fouilleren is wat ik vroeger als politieman deed. Visitatie is echt met de handen op de rug als beveiliger vragen. Mag ik een keer in die kofferbak kijken? Mag ik een keer in de auto kijken? De beveiliger met de handen op de rug, niet degene die de deur neemt. Nee. Oké. Okay. Zeg, u als Klaas en Total Security, u doet aan advies? Ja, klopt. Wij worden het liefst altijd in een zo vroeg mogelijk stadium door de bouwer erbij gehaald. En proberen dan aan de hand van wat men gaat bouwen, waar men gaat bouwen, de duur, rekening houdende met de duur van de bouw, van wanneer start de afbouw, om dan toch gezamenlijk een soort beveiligingsplan te maken en dan niet iets van 150 pagina's dik boekwerk, maar gewoon heel kort krachtig op een A4'tje. Van zo zou je het in deze buurt met zo weinig mogelijk risico's kunnen proberen. En soms heeft het alleen al te maken met het hoe zet je de directieketen neer en ook wat voor afspraken maak je over opvolging en waar zet je de sensoren precies allemaal neer, hè? Als je met sensoren wil gaan werken, want daar bent u al een voorstander van, zo weet ik. Ja. We hebben hier twee voorbeelden van hoe je, wat kijk ik eigenlijk naar? Nou, ik kijk hier eigenlijk naar een schema waarin er eigenlijk op een gegeven moment, als je praat over een bouwplaatsbeveiliging, waarin ook een inbraak gedetecteerd wordt, hè? Dat van buitenaf, buiten werktijd, als het systeem aanstaat, iemand probeert om op je bouwplaats iets weg te halen. Nou, dan ziet u hier eigenlijk bij dit scenario dat op het moment er gedetecteerd wordt alleen in een container en een bouwkeet, en er gaat dan een alarm af en wij worden dan gebeld om in actie te komen. Dan ziet u daar eigenlijk wat er zo'n beetje kan gebeuren bij dit scenario. Dan is men eigenlijk al in de keet of bij de opslag van de materialen. En zie je de aanrijdtijd aan de onderkant. Dat is de onderste schaal, daar staat de aanrijdtijd. Zie je de aanrijdtijd. Dus de gebeurtenis is eigenlijk de eerste lijn? Ja, je bent dus in wezen ben je hier aan het detecteren op het moment dat de criminelen in actie zijn. En in het tweede schema, zometeen, deze laten zien. Daar ziet u dus dat de periferiek beveiligd wordt. Hè? Dus er wordt buitenom. Om je containers heen. Om je bouwwerk heen wordt er een schil gelegd. Nou, en dan ziet u hier dat de detectie en de alarmering, die ligt al veel verder naar voren dan wanneer wij in actie komen. Daardoor krijgen wij dus ook tijd om te reageren samen met een politie bijvoorbeeld. Ja, duidelijk verhaal. Van buitenuit reageren. Dan doet u dus, hè, dat is eigenlijk een core business aan opvolging. Kunt u dat even uitleggen? Dus je hebt sensoren dus om je bouwplaats heen gezet. Ja. En dan kun je dat zelf doen? Als je echt serieus aan beveiligen bezig wil zijn, dan heb ik altijd het motto schoen maken, blijf bij je leest. De bouwer die moet gewoon gaan bouwen, die moet zich eigenlijk niet zorgen hoeven te maken met de beveiliging. Dat wil die bouwer dus ook eigenlijk, hè. Die wil gewoon gaan bouwen en die wil daar eigenlijk zo weinig mogelijk bemoeienis mee. Dus
dan laat je de beveiligingsinstallatie ook over aan een professioneel bedrijf. Dat is dus zeg maar een Heras die zaken heel professioneel aanpakt. En een Klaas heeft Total Security? Wij proberen aan de hand van meldingen die op de apparatuur binnenkomt, daar gaan wij op reageren. Nou, en dan kunt u zich voorstellen dat bij een bouwplaats waar alleen maar sensoren staan en dan worden die nog door Heras op een bepaalde methodiek geplaatst, zodat je weet als een heel bouwplaats rondomheen bij de hekken afgezet wordt door sensoren en de keet in het midden zou staan, even heel theoretisch, als die keet in het midden staat, ja, en er gaan verder eens geen sensoren af, dan is het niet echt een melding die erop duidt dat men ook echt bezig is, want daarvoor zouden de andere sensoren al af moeten zijn gegaan. Oké, dus dat heeft te maken met een slimme plaatsing van de sensoren? Ja, daar wordt op een hele slimme manier vaak sensoren neergezet, valstrikken als het ware. Want elke melding kost geld, hè? Tenminste, elke keer als u opvolgt, ja. Dan kost dat geld. Dus dan is het wel slim om de sensoren zo aan te brengen. Dat je ook weet dat als je moet gaan opvolgen, dat het ook echt iets aan de hand is. Dat er echt iets aan de hand is. En dat je foutmeldingen, of misschien zijn er niet echt foutmeldingen, maar dat waardoor er een keer een melder afgaat, die kun je dan een keer negeren. En dat bespreken we ook altijd met de uitvoerder of de projectleider van de desbetreffende bouw. Ja, en wat dan gaat zo'n sensor af en dan zijn er mogelijkheden om als bouwbedrijf daar zelf op te reageren, maar meestal gaat het dan via een professionele meldkamer. Hè? Dat is dan niet het soort van meldkamer wat u dan heeft, maar dat is een veiligheidsmeldkamer die daarvoor zit. Zijn er iets van 7 van in het land, heb ik begrepen? Ja, dat klopt. En die zetten dan door naar uw meldkamer? Ja, klopt. De particuliere alarmcentrale waar zeg maar met kogelwerend glas en sluizen en dat soort veiligheidsmaatregelen de meldingen binnenkomen, die zetten de meldingen weg naar ons. Wij pikken die melding op, zetten hem weg naar een van onze wagens. En die gaat rijden. En navenant de melding is, het meldingenpatroon kun je eigenlijk al aanvoelen aan je theewater of het een melding is waarbij er daadwerkelijk wordt ingebroken of dat er mogelijk een andere oorzaak is die weggenomen moet worden. Dat kan ook, ja. Ja, oké. En dan gaat u eventueel ter plekke. En ik heb begrepen dat er een convenant is tussen de beveiligingsbedrijven en Bouwend Nederland dat de politie ook heeft toegezegd. De Nederlandse Vereniging van Politiecommissarissen, dat er eigenlijk altijd zal worden opgevolgd als er een melding is. Dus wat dat betreft kan de politie er snel bij zijn, maar een beveiliger is er altijd nog sneller. En kan natuurlijk dan prima ook dingen overdragen. Camerabeelden, die kunnen u ondersteunen en u kunt kijken dan hoe het ter plekke gaat. Ik heb ook wel eens begrepen dat u zich bij het ter plekke gaan heeft laten assisteren door een collega die dan de camerabeelden in de gaten bleef houden? Ja, dat klopt. Wij kijken vanuit Klaassen zeg maar beelden uit bij alarmen op bouwplaatsen waar ook camerabeveiliging is met sensoren. Nou, daarmee kunnen we dus eigenlijk al onderscheiden dat als er een zwerm vogels neerstrijkt en die zou dan eventueel een alarm kunnen veroorzaken of veroorzaakt hebben. Ja, dan hoeven we dus niet te gaan rijden. Op het moment dat er een andere oorzaak is, bijvoorbeeld mensen of kinderen op een bouwplaats of in de avond en nacht of in het weekend criminelen. Ja, en wij komen dan in actie, dan spreek je dus van een geverifieerd alarm. En net wat u toen net al zegt, de politie heeft zich verplicht om binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Daar hebben ze hele duidelijke afspraken over gemaakt met de bouwwereld. Dus die mogen dan nog gebeld worden. Maar dan moet het ook altijd wel een geverifieerd alarm zijn. Dus wij moeten ook daadwerkelijk iets gezien hebben dat we zeggen van daar zijn criminelen op het bouwterrein. Dat is het haakje erin. Want ik las dat convenant. Ik dacht van goh, Klaassen Total Security is niet meer nodig. De politie komt altijd als er een... Nee. Helaas niet. Het moet een geverifieerde melding zijn. En daarvoor is nou juist zeg maar al die bewaking nodig. Ja. Zeg, we hebben nog even een tussenvraag. Wordt ook wel bij de volgende gast behandeld. Maar iemand die Gerard heet, die vraagt: hoe gevoelig zijn die sensoren? Reageren die op alles, op een blaadje of op een vogel? Eigenlijk heeft hij al vrij veel daarover uitgelegd. Nee, nou, ik denk dat Joep Koenen daar misschien daar nog wel beter uit kan leggen als ik. Maar met dat verstand wat ik ervan heb, die sensoren, die zijn niet heel gevoelig. Die sensoren die reageren op een aantal zaken en die zijn ook altijd in tweeën geschakeld. Dus het is zo dat zo'n sensor die ziet de grootte van het object, de warmte en de snelheid. Dat zijn eigenlijk de drie items.
Alleen dan worden ze altijd zodanig geplaatst dat je als het ware een andere sensor hetzelfde moet zien voordat er überhaupt een signaal naar binnen komt. Yes, dus er zijn allerlei checks en balances om ervoor te zorgen dat, ja, dat die dingen niet de hele tijd mag gaan. Ja, en ik zie iets, dan moet u zeggen van dat klopt, dat zie ik ook. En dan gaat de melding pas naar de particuliere alarmcentrale en dan komt die pas bij ons en dan gaan wij pas rijden. Juist, goed. Nou, en daar hebben we een klein filmpje van om te laten zien. Die ga ik even, ja, heb ik hier staan. Gewoon, hoe gaat het eraan toe? Eigenlijk precies eigenlijk al zoals we hebben uitgelegd, maar we laten het u even zien. Dan moet ik even wachten tot die bij alle deelnemers is binnengekomen. Dat betekent dat het videootje even moet laden. Ik denk dat hij hier op blijft steken, dus ik ga hem dan nu aanzetten. Ik zou zeggen, kijkt u even naar een aanhouding op een bouwplaats zoals die door de camera's is waargenomen. Zo, daar zijn we weer. Nou, dat was een duidelijk voorbeeld van hoe het eraan toe kan gaan. Iets versneld, maar dat heeft de kijker waarschijnlijk wel door. Ja, zo gaan we eigenlijk zoals we het hebben uitgelegd. Dat rode lijn aan het begin, dat was de detectie. Ja, de detectie. Men wordt gedetecteerd. De particuliere alarmcentrale krijgt daar een melding van. Wij kijken de beelden uit, zien daar dus actie op het terrein wat niet gewenst is. Vervolgens wordt er een surveillancewagen aangestuurd en ook meteen de politie. En dan heb je het resultaat dat voordat er ook maar daadwerkelijk iets weggehaald is. Want men, dat zag je ook op de film, men staat eigenlijk allemaal nog voor op het bouwterrein. Men is niet achter bij de ketenpark geweest en al helemaal niet daar waar de woningen op die bouwplaats gebouwd werden toen op tijd. Ja. Dus dat is de clue van de schade voorkomen. Duidelijk. Goed. Nou, het was een heel duidelijk verhaal. We hebben één vraag mogen beantwoorden. Ik stel onze kijkers bij deze nog zeer graag in de gelegenheid om eventueel nog een andere vraag te stellen. Ik zie dat dat niet het geval is. Dan bedank ik Nico heel hartelijk voor zover. Mocht er nog vragen zijn na afloop, dan zal hij die wel willen beantwoorden. En ik ga mijn volgende gast verwelkomen, maar ook u even nog zo'n polvraag stellen. U kunt daar links in de hoek, begrijp ik, of dat kan ik zelf niet zien, maar u kunt daarop stemmen. En ik stel u de vraag, hoe vaak komt diefstal eigenlijk bij u voor? Heeft u nou helemaal geen last van diefstal? Heeft u er soms last van? Of eigenlijk nooit? Veel last, soms, of eigenlijk nooit? U bent daar rustig op aan het stemmen, het loopt op en... Het is wel een te verwachten patroon. Ik zal het aan u laten zien. Je ziet dat de middelgroep, zo'n 70% heeft soms last van diefstal. En 15% die heeft er echt veel last van. En 15% heel keurig gedeeld heeft eigenlijk nooit last van diefstal. Dus dat is precies eigenlijk de plaats waar we al dachten, Joep, dat de... Dat de bouw eigenlijk zit. Hè? Dat is altijd lastig. Wat moet je nou doen? Moet je nou van tevoren voor zijn of moet je er reactief zijn, zoals ook sommige mensen doen? Ik sta naast Joep Koenen en hij is Business Unit Manager van Benelux van Heras Tijdelijke Beveiliging. En Heras levert een heel compleet product aan diensten. Pakket aan producten en diensten. Jij bent van tijdelijke beveiliging, want Heras heeft ook nog andere afdelingen. Ja, dat klopt. Heras kent een permanente organisatie, die houden zich bezig met
de permanente bouw van hekwerk, maar ook beveiliging. Wat wij doen is, wij doen het tijdelijke stuk en dat is gewoon een heel andere tak van sport. Daar heb je ook specifieke producten voor en ook weer specifieke beveiligingsmethodes. Ja, precies. Jullie hebben een hele mooie corporate video die we eigenlijk zo mooi vonden dat we hem ook eventjes willen laten zien. We hebben een kleine uitsnede daarvan gemaakt om iets te laten zien over hoe jullie over bescherming denken. Moeten we even wachten tot dat filmpje gerenderd is. Er zitten een paar deelnemers met een hele trage verbinding zo te zien, want het filmpje moet even opladen. Ik denk dat ik hem nu wel veilig kan opstarten. Kijkt u even mee naar de wereld van Heras. Nou, dat is inderdaad, ik ken Heras van de hekken, Joep, maar er is wel wat meer bij jullie aan de hand. Toch zijn die hekken wel echt de basis van jullie productgamma. Ja, dat klopt helemaal. Heras heeft zijn naamsbekendheid gekregen door dat hek. Dat is bij permanent begonnen en dat is bij tijdelijk hek. Tijdelijk hekwerk is dat overgenomen. Dat bordje op dat hekken heeft gemaakt dat die naam enorm bekend wordt. Het is misschien wel aardig om te vertellen dat in België we zelfs een soortnaam zijn. Daar heet een bouwhek een heras in menig bestek. Het is de basis geweest. Simpelweg een hek, een betonnen blok en een klem. Daar hebben we natuurlijk niet bij stilgezeten. Inmiddels is er een enorme ontwikkeling in geweest en kennen we tal van type hekken. En als het dan gaat over beveiliging, dan is het fijnmazig anti-climb hek het laatste hek wat we ontwikkeld hebben. Daarnaast hebben we producten ontwikkeld als uittilbeveiligingen, waardoor de hekken niet meer uit de blokken getild kunnen worden. High security klemmen, waardoor de hekken niet makkelijk van elkaar gehaald kunnen worden. Speciaal bouwhekslot. En wat je de laatste tijd ook meer en meer ziet gebeuren, is dat de hekken in een semi-permanent vorm worden weggezet. En daarbij trillen we de palen in de grond en worden de losse hekken tussen geklemd met de high security klemmen. En dat heeft als groot voordeel dat zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde er geen blokken zijn, waardoor er ruimte is, zowel op de bouwplaats als aan de buitenkant. Een ander voordeel daarvan is ook dat het veel strakker eruit ziet en dat de beschadiging van de hekken zelf, omdat alles zo strak en vast staat, beduidend minder is. Goed, duidelijk. Maar langzamerhand zijn jullie naast die hekken ook met allerlei andere beveiligingsmiddelen gaan bezighouden. En jullie bieden dus, zoals ik al zei, hele pakketten aan. Jullie hebben daar ook een soort van categorisering in gemaakt, hè? Dus, hoe zit dat precies? Ja, wij kennen een aantal fases. Dat is eigenlijk uit de beveiligingsfilosofie voortgekomen. Het begint met begrenzen en vertragen. En vervolgens komen er stappen op als afschrikken. Dat zal ik zo nog wel even verder toelichten. Ja, je begint natuurlijk met het begrenzen. Je moet het mijn en dijn aangeven. Nico Klaas heeft zo even ook al verteld over het feit dat je onbevoegde van de bouwplaats wil houden. Dat doe je door te begrenzen. Praat je over vertragen, dan doe je eigenlijk hetzelfde, alleen pas je wat zwaardere middelen toe. Betere hekken, moeilijk overklimbare hekken, klemmen, sloten, etc. Dat doe je inmiddels vertragen. De volgende fase in het beveiligen is het afschrikken. Dat is denk ik een van de belangrijkste zaken. Daarmee voorkom je eigenlijk al een heleboel ellende. Nou, wij hebben daar een prachtig nieuw product voor ontwikkeld. Dat noemen we Shock Fence.
Wat we daarmee doen is dat we een topping zetten op het bestaande hek. Dat kan op elk willekeurig hek in principe worden geplaatst. En door de draad, de schrikdraad die daarop komt, ja, wordt 10.000 volt heen gejaagd. Dat lijkt me veel. Dat is veel, maar mag dat? Dat mag, uiteraard mag dat. We brengen dat op 2,20 meter van de grond aan. Dat is de hoogte waarop dat dan moet zitten. Daar komt mijn zoontje niet bij dan? Nee, precies. Met dat soort dingen is rekening gehouden, uiteraard. Het is allemaal binnen de wetgeving. Ik kan je vertellen, het is niet plezierig om daarmee in aanraking te komen. Mooi aan dat systeem is dat het ook als de stroom uitvalt, het blijft doordraaien. Het heeft een backup middels een accu en dat blijft dan zo'n 72 uur zelfstandig doordraaien. En bij dat afschrikken hoort dan ook zeilen, borden? Ja, dat helpt natuurlijk altijd op het moment dat je duidelijk zichtbaar maakt dat het terrein echt beveiligd is. Dan heeft dat een enorm afschrikkende werking. Juist. Ik stap over op jullie laatste fase, hè? Want dat is het detecteren. Nee, dat was ook nog van. Nee, we kennen detecteren en vervolgens observeren. En uiteindelijk ook nog toegangscontrole. Maar dit is wel de high-tech van tegenwoordig eigenlijk. Hè? Nou ja, goed. Nico heeft het al aangehaald. Op het moment dat je niet volstaat met afschrikken, dan ga je de volgende fase in. En dan kom je op het thema detecteren. Hè? Daarmee wil je gewoon vaststellen: gebeurt er iets op mijn bouwplaats? Dat er niet hoort te gebeuren. We hebben daar een beproefsysteem voor. Dan werken we uitsluitend met sensoren. Onze E100 sensoren zijn dat. Het voordeel van dat systeem is dat het eigenlijk eenvoudig is. Het is heel makkelijk opschakelbaar. Je kunt het zo klein en groot maken als je wil. Je kunt er zowel mee binnen beveiligen als buiten beveiligen. En het basisprincipe van dit systeem is dat je twee sensoren tegenover elkaar plaatst, waardoor je twee meldingen krijgt en daarmee een geverifieerd alarm. Dat hoeft niet alleen met beeld te zijn, maar een geverifieerd alarm kan ook bestaan uit het feit dat er twee sensoren melden dat er iets fout gaat. En dat noemen wij dan het dubbel-knock-principe. Ja, er was er net wel zo'n vraag over, hè? Want dan heb je die sensoren hangen en iedereen heeft ze natuurlijk, niemand wil gezeur hebben op de zaterdagavond als je net op het voetbal kijken bent. Er is nogal wat sensoren zijn er nog op de markt. Jullie bieden het ook aan. Dat klopt. Er zal een verschil zijn. Hè? Ja, dat is zeker een verschil. Het grote verschil zit met name in de manier waarop de sensoren afstelbaar zijn. Deze sensoren reageren op volume en snelheid en temperatuur. En bovendien, en dat is heel belangrijk, zijn het ook sensoren die minder gevoelig zijn voor temperatuur. Want je kunt je voorstellen met grote temperatuurswisselingen, zeker ook als je binnen beveiligt in een bouwketen, et cetera, dat die sensoren dan dezelfde functie en dezelfde gevoeligheid nog moet kunnen onderhouden. En daar zijn deze systemen helemaal op getest en geschikt voor. Maakt echt een verschil uit natuurlijk, echt robuuste systemen. Hey, en dan werken jullie ook met camera's. Ja, dat is de volgende stap. Dat is het beoordelen. En Nico Klaas heeft al aangegeven dat eigenlijk de laatste stap is in de manier waarop je kunt beveiligen. Wij noemen dat bij ons Optica Secure, dat is het neusje van de zalm op het gebied van beveiligen. Wat we daar doen is we werken dan inderdaad ook weer met de infrarood detectie. En vervolgens als dat wordt geactiveerd, gaat er een melding. En daarmee kan in de meldkamer direct het beeld worden bekeken waarop die reactor of die sensor heeft gereageerd. Ja, en dat beeld dat hebben we misschien bij Nico nog wat onderbelicht gelaten, maar je kan het terugspoelen. Je kan, als er dus een detectie is geweest, kan je meteen terug naar de overtreding of wat gebeurde er. Ja, de beelden worden bewaard. Ja, dat is correct. De camera's meten, staan continu opnames te maken. Maar op het moment dat er een melding binnenkomt van een sensor, dan kun je ze zowel even voor en even na het evenement, dan kun je heel snel op inzoomen. En daarmee kan een meldkamer en degene die de beelden uitkijkt, kan vrij snel constateren van: is er werkelijk iets aan de hand, ja of nee. Goed. Misschien ja. Als ik mag zeggen, is het nog wel aardig om wij kiezen hier ook heel duidelijk voor het werken met infraroodsensoren.
Omdat je hebt ook nog een systeem op de markt die met videocontentanalyse werken. Nou, het grote voordeel van ons systeem is dat het niet gevoelig is voor allerlei weersomstandigheden. En laat staan, en vooral mist. Want in mist kunnen camera's niks meer. En wat wij dan altijd nog over hebben is het infraroddetectie. Ja, zo driedubbel, vierdubbel verschillende manieren om uit te meten dat er echt niks met je spullen gebeurt. Hè? Precies. Heel duidelijk. Ja, we zien er trouwens nog zo'n telefoontje bij, want verschillende dingen, en dat geldt volgens mij voor dit onderdeel ook, is vaak via apps of via je persoonlijke telefoon te beïnvloeden als opdrachtgever, dacht ik. Hè? Ja, het systeem is zeg maar... Ik stel een vraag er doorheen, maar we hebben het nou over toegangscontrole. Ja. Daar werkt het ook voor, maar... Dat is correct. Maar even om terug te grijpen op de zeg maar het beveiligen via de camera. We hebben inderdaad een app waarmee je je eigen bouwplaats, zeg maar, de beelden kunt uitkijken. Dus op je... Kun je op je smart of op een iPad of op een iPhone of een smartphone. Het hoeft niet per se van Apple te zijn, als het maar smart is. En dan kun je inderdaad je eigen beelden uitkijken. Op elk moment waar je ook bent. Toch een gerust gevoel als je niet zelf bij de bouwplaats bent en je zou willen kijken. Ja, duidelijk. Toegangscontrole. Een hek moet ook een poort hebben. Ja. Eigenlijk als je praat over beveiliging, dan is de toegang altijd de lastigste schakel. Want je wil wel werken en je wil ook je materiaal op de bouwplaats hebben. En dus moet je toegang verschaffen op je bouwplaats, anders gebeurt er niks. In de basis kun je zeggen, het zou het beste zijn als je persoonlijke toegang scheidt van voertuigen. Tourniquets zijn daar een uitstekend middel voor, om in ieder geval je persoonlijke toegang te reguleren. Er zitten nog veel meer voordelen aan, omdat je met tourniquets van tevoren kunt vastleggen wie laat ik toe op mijn bouwplaats en wanneer doe ik dat. Dat helpt de bouwbedrijven ook met het probleem waar ze nu mee zitten, in die zin dat ze verplicht zijn om te registreren wie wanneer op de bouwplaats aanwezig is en of die personen ook de juiste papieren hebben. Door eenmalig mensen die dus langdurig werkzaam zijn op de bouwplaats dat allemaal te checken en daarvoor dan een pas aan te maken, zou je de toegang en het weer het verlaten van het terrein via een tourniquet heel prima kunnen regelen. Dat bespaart een heleboel tijd voor de uitvoerder, want normaal gesproken is de uitvoerder degene die dat allemaal moet registreren. En ja, primair is toch zijn taak om vooral het bouwproces te begeleiden. En ja, niet om administratie te... Voor je weet zit je met allerlei lijsten en afstreepboekjes en mag jij er wel in, mag jij er niet in. Precies. En ik begrijp, en zo kwamen we dan net in op die verwarring met die gsm, want ook hier geldt weer dat het tegenwoordig zo geavanceerd was, ik wist dat in ieder geval op voorhand niet, dat je dus ook die autorisatie en werktijden en dergelijke je hoeft niet per se een man op de bouwplaats te hebben, maar... Nou ja, je zult altijd wel controle moeten houden, maar je kunt heel veel werk wegnemen en het vereenvoudigen. Wij passen heel vaak gsm toe op poorten, om het goederenvervoer ook beter te kunnen reguleren. Overigens is het wel mogelijk om met een goed toegangscontrolesysteem om er ook toe te passen naast de tourniquet ook op je slagboom en schuifpoort. Maar wat je vaker ziet is dat de schuifpoort wordt voorzien van een gsm-module, waardoor een uitvoerder in staat is om de poort te sluiten terwijl het werk gaande is. Hij hem kan opensturen op het moment dat hij gebeld wordt door degene die voor de poort staat. En dat kan heel eenvoudig door gewoon een bordje op de poort hangen met 06 nummer. Het kan ook geavanceerder met een intercom, maar dan ga je echt dan ga je toch wel heel diep in het regelen van dit soort zaken. Zal niet voor elke bouwplaats geschikt zijn. We hebben een vraag van Job en die vraagt zich af of al die sensoren, al die draadjes, moet dat dan op zo'n bouwplaats met al die draadjes van die sensoren? Ja, dankjewel voor de vraag. Hele goede vraag. Ik heb inderdaad niet aangegeven dat de systemen waar wij mee werken volledig draadloos zijn. Volledig draadloos? Volledig draadloos. En dat maakt ook zeker met het E100 verhaal, waar we alleen met de sensoren werken, dat het ook heel flexibel is. Dus daarmee kunnen we op de bouwplaats opschalen en weer afschalen. We kunnen periferietjes bouwen rondom de duurdere materialen die in een bepaalde opslag zitten, et cetera, et cetera.
Het is volledig draadloos. Draadloos, dat betekent ze hebben een eigen voeding? Ze hebben een batterij. Deze units werken met een batterij, gaan minimaal een half jaar mee. En als je je op die manier laat beveiligen, zit in het totaalpakket dat wij die tijdig vervangen. Dus er zit ook een onderhoudverplichting in van een HERAS dat dat soort systemen in de lucht blijven. Goed. We hebben een vraag en laat ik die meteen maar pakken, want die valt heel erg bij deze slide. Gerard vraagt of het bekend is hoe verzekeraars over deze vorm van beveiliging denken. Geeft het bijvoorbeeld dat je minder premie hoeft te betalen voor als je goed beveiligd bent? Ja, ook dat is een hele, hele goede vraag. Wat wij als bedrijf doen, wij zijn Kiwa 4 gecertificeerd. Dat betekent in principe dat je samen met het bouwbedrijf de bouwplaats beoordeelt, de risico's met elkaar bekijkt, die in kaart brengt en vervolgens een beveiligingsplan daar samen voor opstelt. En afhankelijk van de risico's van de bouwplaats stem je dus de daartoe geëigende beveiliging stem je daarop af. Doe je dat netjes met elkaar, dan komt er een certificaat volgens Kiwa 4 op die bouwplaats. En daarmee kan het bouwbedrijf naar zijn verzekeraar toestappen. Ik zeg niet dat alle verzekeraars daar direct op toehappen. Maar we hebben al regelmatig meegemaakt dat het eigen risico, de premie daarvoor daalt of zelfs wegvalt. Het is ook het belang van de verzekeraars, zou je zeggen. Hè? Ik weet dat er ook over gesproken wordt. Sommige verzekeraars doen het wel, sommige niet. Ja. Ik noem het daarnet al, van er zijn geen landelijke cijfers echt bekend van hoeveel er nou precies op de diefstal, op de bouw wordt gestolen of kapot gemaakt. Maar er is toch een duidelijk gevoel dat het toeneemt. Ja. En juist ook, dacht ik, buiten de steden waar je het misschien eerder zou verwachten, ook juist in de regio. Ja. Kosten, want het is natuurlijk altijd een afweging. Ja. Van moet je nou in één klap de boel goed beveiligen? Ja, dat is een goede vraag. Blijft een lastig dilemma. Er gaan allerlei getallen in de bouwwereld rond hoeveel schade er wordt geleden, tot 100 miljoen per jaar. Ik vraag me zelfs af of dan alle kosten wel worden meegenomen. Vertraging op de bouw, rentelasten die daarmee gederfd worden, dat soort zaken. Het is lastig. In die zin, je moet er van tevoren een afweging maken. Eén ding weet ik zeker, een bouwplaats die niet beveiligd is, loopt meer risico dan een bouwplaats die wel beveiligd is. En wat wij nogmaals het liefste doen, is met een bouwbedrijf kijken wat zijn vooraf de risico's en van tevoren bedenken, oké, wat is nodig en wat is niet nodig, om vervolgens toch op een verantwoorde manier te beveiligen. We hadden nog eens op die kosten, het staat er opgeschreven op die slide, en dan heb ik altijd de neiging om het even te behandelen, maar dat kosten vaak niet vergelijkbaar zijn omdat ze anders geboekt worden. Zeg maar, de projectleider ziet niet de, ja, leg jij het me duidelijker uit. Nou, soms vraag ik me wel af of daar waar een projectleider geconfronteerd wordt met zaken die op de bouwplaats plaatsvinden en vervolgens is hij verantwoordelijk voor het goed opleveren van zijn project, er ontstaat een schade en vervolgens wordt die schade keurig afgehandeld. De vraag is of de verzekeringspremies en al dat soort zaken, of dat op dezelfde manier wordt geboekt. En dat de projectleider ook gaat zien van oké, dit heeft het me opgeleverd of dit heeft het me gekost. Ja. Ja, ik vraag me af of dat altijd wel duidelijk is binnen een bouwbedrijf. Ja, precies. Niet lastig. Ja, beveiligen, dat is lastig. Dat ga jij nu ontkennen. Nou ja. Kijk, het blijft. Het beveiligen is. Voor mijn gevoel is beveiligen. Je neemt de beslissing. Op het moment dat je niet beveiligt, neem je risico. Op het moment dat je wel beveiligt en er gebeurt niks, dan kun je twee gevoelens daarbij hebben. Dat is, ja, god, ik ben blij dat ik een ongestoorde bouw heb gehad. En je kunt ook denken van ja, wat was er gebeurd als ik het niet had gedaan? Heb ik die kosten nou onnodig gehad? Dat zul je nooit weten. En dat is en blijft het dilemma. Ja.
Kijk, in ieder geval is duidelijk dat als je beveiligt dat je minder risico loopt. Dat had ik al eerder gezegd. En het hoeft niet altijd zo duur te zijn. In principe brengen we al systemen op de markt die niet meer dan 5 euro per dag kosten. En dan begin je heel erg bazaal. Maar daarmee heb je wel al wat in handen. Dan heb je een aantal sensoren. Dan heb je bijvoorbeeld een keetbeveiliging. Inclusief een doormelding naar een alarmcentrale. En we begrijpen allemaal dat aardig kan oplopen, maar zo'n soort basisbedrag, daar zou je al mee kunnen gaan rekenen. Ja. Oké. Nou Joep, ik vond het een heel helder verhaal. Op die wondere wereld van de technologie van tegenwoordig. We kijken nog heel eventjes of er vragen zijn. Die zien wij niet, dus dan zijn meer mensen het mee eens dat het een helder verhaal was. Bedank ik je heel hartelijk. Ja, dankjewel. De volgende gasten. Vragen hier plaats te nemen, Sander van Doorn. En ondertussen vind ik het wel leuk om u nog eentje per poll lastig te vallen. Want daar gaan we verder hier niet heel veel op in. Maar Joep die had het er wel over de persoonsgegevens van mensen op de bouw. Dat steeds belangrijker wordt. Dus er bestaan systemen voor. En daarom is het natuurlijk voor Heras best belangrijk om dat ook onder de aandacht te brengen. Als redacteur kom ik het ook steeds meer tegen. Dat zeg maar vanwege de ketenaansprakelijkheid, vanwege de ARBO en de onderaannemers enzovoorts. Vindt u dat, merkt u echt dat de controle op persoonsgegevens van mensen op de bouw steeds belangrijker wordt? De vraag is gesteld. Ik toon de resultaten. En 75% van u die merkt echt dat het inderdaad steeds belangrijker wordt. Ik denk dat u dat vast allemaal probeert te regelen in uw bedrijf zo goed mogelijk. Nou, en wie ook alles zo goed mogelijk probeert te regelen in zijn bedrijf op zijn projecten, is mijn volgende gast, Sander van Doorn. Welkom. Ja. Je bent projectleider bij Huibrechtse Loe. Ik had er met respect nog nooit van gehoord, maar jullie zijn een aanzienlijk en gevestigd bouwbedrijf in het Brabantse. 100 medewerkers alleen nog bij Huibrechtse Loe zelf, hè, ja. Het bouwbedrijf. Maar het is nog veel groter, want u maakt deel uit van de VB-groep, waar zo'n 230 mensen werken. En u houdt zich bezig met van alles. En daarom hebben we toch maar even een organogrammetje erbij gezet. Zie ik het even uitleggen? Ja, wij zijn VB-groep en wij ontwikkelen, wij bouwen en wij beleggen. Dus wij kunnen voor alle vraagstukken die te maken hebben met vastgoed, zeg maar, kunnen wij een antwoord bieden. En beleggen, dat is dus zeg maar een financieringsvormen, die proberen die ook? Onder andere. Ja. Oké. En de meeste mensen zullen wel bij de bouwgroep zitten? Ja, ik zit zelf bij Huibrechtse Loe en wij zijn. We hebben meerdere bouwbedrijven in onze groep zitten, zeg maar. Alleen Huibrechtse Loe, we zijn gevestigd in SOM. En wij hebben onder andere Project Forum op dit moment in uitvoering. Ja, en daar wouden wij heel graag even naar kijken, want dat is wel een erg mooi project. Daar hebben we ook een filmpje van en dat willen we even gaan laten zien. Dat betekent dat we weer eventjes moeten wachten tot het filmpje bij de kijkers is aangekomen. Jij bent verantwoordelijk voor het project? Ja. Nou, we gaan kijken. Nou, indrukwekkend project. Ik zou dat denk ik wel beveiligen. Ja, dat hebben we ook gedaan. En dan fasegewijs of toch maar meteen in een keer? Of, Nou, we zijn zeg maar begonnen. We hebben een soort van basis die we zeg maar op ieder werk hanteren. Dus we zetten altijd hekken met de goede sloten erop, met de goede verbindingstukken zeg maar. We hebben een uitvoerder op het werk, die is te alle tijden verantwoordelijk voor het openen van de bouwplaats en het afsluiten van het werk. Mocht hij door omstandigheden hij niet kunnen doen, dan is er altijd iemand zeg maar, die bevoegd is om het wel te doen. En we hebben uiteraard afspraken over sleutelbeheer van materiaalopslag. Die gaat bij ons zeg maar, ik denk 2 of 3 maal daags open. En de rest van de dag is er niets te verkrijgen. Dus mensen die zijn ook niet in de gelegenheid om er iets weg te halen of iets dergelijks. Oké, dat is natuurlijk een belangrijke die we bijna met al die technologie zouden vergeten. Maar veiligheid en beveiliging van een bouwplaats begint natuurlijk en eindigt ook bij de mensen. Ja, uiteindelijk. Met de goede procedures. Hè? Dus dit zijn een paar basisdingen die bij jullie van belang zijn. Ja, en ketenparken worden bij ons standaard voorzien van sensoren. En we hangen doeken op en borden aan het hek, zeg maar. Om een soort van preventieve werking te creëren. Dat komt erbij, ja. Dus
En nog een paar dingen dat jullie hier ook wel, dacht ik, geprobeerd hebben te realiseren, is dat begrenzen en vertragen, om maar eens die termen van jullie te gebruiken. Eén ingang, is dat te realiseren bij zo'n groot project? Nou, we hebben in dit geval één ingang, één uitgang. Proberen we zoveel mogelijk wel te beperken, om het aantal ingangen te beperken, zeg maar, op een werk. Met name om toezicht te houden, zeg maar, vanuit onze directieketen op de ingang en op de uitgang. Zodat we kunnen zien wie er opkomt en wie er afgaat. Dus we proberen onze ketenpark, zeg maar, zo in te richten dat we altijd zicht hebben op de in- en op de uitgang. Ja, en we hebben het eventjes gehad over dat reageren op incidenten. Zijn bouwbedrijven reactief? Volgens mij is dat wel een beetje jullie uitgangspunt van? Ja, soms wel. Kijk, we hebben natuurlijk enkele basiszaken die we altijd voorzien. Alleen we kijken altijd wel, zeg maar, naar een locatie van de bouwplaats. Ja, niet alle ben je ergens een bouw midden in de wijk, zeg maar, of in een weiland. Daar zit verschil in. Er zijn ook bouwplaatsen waar niets gebeurt. Ja, om dan in de baas al een hoop kosten uit te geven aan bouwplaatsbeveiliging is wellicht onnodig. Dus we moeten het altijd situatieafhankelijk beoordelen. Ja, maar goed, het is, werd hier ook al op gewezen en volgens mij bevestig je dat wel. Ik kan me niet anders voorstellen, zeg maar, een kabeltje ergens stelen van 2500 euro. Ja, het zit jouw projectleider grote gevolgen natuurlijk, hè? Ja, het zit hem vaak niet in de schade van de diefstal aan zich. Die kabel op zich is vervelend, maar de gevolgschade is vele malen groter. Als er een kabel van een bouwkraan gestolen wordt en die staat de dak erop de hele dag stil, dan is de schade, zeg maar, behoorlijk. Ja, was maar omdat je je deadlines niet haalt of dat andere mensen weer moeten wachten. Ja, aan het duurder. Inderdaad. Omgeving inzetten, daar vertelde je interessante dingen over. Daar doen jullie best wel veel aan, eigenlijk. Nou, wat we proberen is, de omgeving, zeg maar, te betrekken bij onze bouwplaats. Dus in het geval van Forum zijn we aan het bouwen langs een bestaand bedrijfsgebouw in combinatie met appartementen. Dus we proberen die mensen die hebben zicht op onze bouwplaats, dus die proberen we ook, zeg maar, erbij te betrekken, zodat we een stukje sociale controle krijgen. Die mensen die hebben ook een telefoonnummer waar ze naartoe kunnen bellen mochten ze iets verdacht zien. En op die manier proberen wij, zeg maar, door de omgeving erbij te halen een stukje controle te voorzien. Ik begrijp het. Wat geen geld kost. Ja. Ik begrijp ook dat jullie dat niet zomaar met een briefje in de bus doen, maar jullie gaan echt vaak bij de mensen langs. In dit geval zijn wij mensen langs gegaan, inderdaad. Ja, okay. Omwonenden verantwoordelijk maken voor bewaking? Verantwoordelijk maken lukt natuurlijk niet. Alleen wat wel kan is mensen erbij betrekken en om mensen trachten jou te informeren mochten ze verdachte zaken zien. Juist. Ik vond het interessant. Ik wist het eigenlijk nog niet dat bouwbedrijven daar zo actief mee bezig waren. Dus ook dat zou ik eigenlijk wel eens van onze kijkers willen weten. Wij zetten ook buurtbewoners in om een oogje in het zeil te houden. Doet u dat actief? Met een briefje of gaat u langs? Informeert u mensen? Ik vond het zelf een erg goed idee. Die manier het is natuurlijk ook het idee dat je die mensen erbij betrekt. Dan wordt het dan moeilijker om zeg maar, juist iets agressiefs te doen. Ja. Hè? Hoe meer je mensen bij een bouwproject betrekt. Ja. Mensen zijn nog even aan het stemmen, aan het nadenken. We geven ze algemene informatie en daar hoort dan ook bij van goh, het bouwbedrijf, dat is dit telefoonnummer. Of betrekt u echt zo van, als u iets ziet, bel deze man. Dat zijn eigenlijk een beetje de opties, hè? Of doet u het eigenlijk helemaal niet? Maar aan de buurt denken als u een wat groter project hebt te draaien. Ik zal u de resultaten laten zien. Dan zien we dat 56% van de mensen eigenlijk dat niet doet. En ik vermoed dat er zomaar wat mensen bij zitten die dat waarschijnlijk een goed idee vinden. Ik tenminste wel. Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat een bouwbedrijf natuurlijk steeds meer in zijn beleid kan meenemen. Het hele idee van hoe voorkomen we het te makkelijk het kat op het spek binden, zou je kunnen zeggen. Ja, we moeten uiteraard proberen in ieder geval zoveel mogelijk just-in-time leveringen te creëren. Dus toiletpotten die 's morgens geleverd worden, die moeten 's avonds gemonteerd zijn, zodat weghalen een heel stuk moeilijker wordt. Nou, dat geldt uiteraard ook voor cv-ketels. Koper is inderdaad een belangrijk aandachtspunt. Je ziet wel steeds meer gebeuren dat er alternatieven voor desvoor materialen komen. Dus we zien al heel veel, zeg maar, waterleidingen, koperen waterleidingen die vervangen worden, kunststofleidingen. Dat wordt al een heel stuk minder interessant voor mensen die daar eventueel interesse in hebben. Ja, en op die manier zijn we met z'n allen denk ik wel bezig om in ieder geval dat soort zaken tot een minimum te beperken. Ja, wat ik erover zit te praten, he, van dat je toch als bouwbedrijf tegenwoordig steeds meer dat soort dingen ook
leert zien. Hè? Daarom staat het laatste puntje er ook bij van, heb je de onderbouw en nog gerealiseerd, maar is het glas er nog niet in? Ja. Even dicht zitten met een plank. Je ziet heel veel in het geval in Tilburg hebben zeg maar commerciële ruimtes. Die zijn nog niet bekend wat voor paaien, wat voor winkels daarin komen. Ja, dus dan moeten we tijdelijke voorzieningen treffen zeg maar, om diefstal te voorkomen. Ja, ja. Helaas, maar het is niet anders. Daar moet je echt over nadenken tegenwoordig als bouwbedrijf. Ja. Detecteren, nou, ik begrijp dat daar in Tilburg daar hebben jullie dingen neergezet, wat sensoren. Ja. Het heeft ook wel geleid tot het een en ander, begrijp ik. Nou, we zijn in Tilburg, zeg maar, werken we met detectoren en camera's. Camera's met name bedoeld voor de preventieve werking, zeg maar, en de sensoren inderdaad om met te traceren. Ik denk dat we nu inmiddels een jaar zeg maar, de beveiliging hebben staan en we hebben er al veel meldingen op ontvangen. Het systeem dat werkt. En het waren niet alleen maar vogeltjes of meisjes? Nee, we hebben er inderdaad wel enkele mensen met staan kunnen houden inderdaad. Ik begreep van Heras dat ze het nog even nagekeken hebben, maar dat afnam. Dus dat je zeg maar, wat over de bouwplaats heen lopende jongeren had, daar is een paar keer goed op gereageerd en dan is het ook afgenomen. Ja, dan wordt het als het goed is minder inderdaad. Ja. Oké. Okay. Nou, de rest hebben we eigenlijk wel, dacht ik, behandeld. Ik vind het ook een heel duidelijk verhaal. Ik vraag nog even onze kijkers of er nog vragen zijn. Ik zie wel dat de moderators druk bezig zijn geweest met allerlei vragen. Dus ik heb ook gezien dat er veel mensen doorlopend geïnteresseerd waren geweest. Dus ik geloof dat we weer een succesvol bouwwebinar gehouden hebben. Ik heb nog één vraag, maar die ga ik toch laten lopen. Want ik ga u erop wijzen dat er nog een paar knoppen zijn die u hier kunt zien. Waarin u zeg maar, contact met Heras kunt opnemen als u dat wil. Ik wil vooral even aandacht vragen voor de white paper die u daar als middelste reactiemogelijkheid ziet. Dat is een vrij uitgebreid stuk waarin op vrij onafhankelijke wijze wordt uitgelegd van wat voor soorten van beveiliging je hebt. En die worden ook met elkaar vergeleken. Nou, verder rest mij eigenlijk te vertellen dat er na het eind van dit webinar meteen nog even een elektronische enquête is. Want we willen graag weten van u wat u ervan vond en of u het de volgende keer nog een keertje naar ons komt kijken. Ik dank u heel hartelijk voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.